Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Jawel, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Nieuwe aflevering. En Bilal die gaat vandaag een dagje... werken. Een dagje werken. Een stage lopen. Normaal gesproken zit je op school en dan moet je stage gaan lopen. Ja, hoe zit dat eruit? Wat gaat deze gozer doen? Hoe gaat hij dat doen? Gaat het allemaal wel goed vandaag? Ga je je best doen of niet? Ja, we zijn stipt op tijd, dames en heren. Want we moesten 9 uur beginnen. En we moesten een uur reizen. Maar we hebben het gehaald. Daar begint het mee. Op tijd. Op tijd komen. Op tijd komen. Is dat belangrijk met werk of niet? Ja. Heel belangrijk of een klein beetje? Hè? Oude reus. Ga snel mee naar binnen. Die man die gaat ons ontvangen. Wordt onze eerste dagje hier bij supermarkt. En wat wil je gaan doen? Wil je spullen oppakken? Of wil je achter de kassa? Of wat wil je doen? Kassa. Wil jij achter de kassa staan? Zeker weten? Ja. Nou, dan gaan we ervoor. Of niet? Ja. Oké, Bilal. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren. Want wij zijn echte... mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... positiviteit. Arrivederci. Tot straks. Love. Ciao, ciao. Zo. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, moet jij niet zeggen hoe je heet? Bilal. Aangenaam, ik ben Benjamin. Nou, wij kunnen gelijk aan de bak volgens mij, hoor. Ja, super, graag zelfs. Ja? Leuk. Ga je mee, Bilal? Waar ga je heen? Hallo. Oh. Waar ga je heen? Wat ga je doen dan? Bilal kan gelijk aan de bak. Ja. Ho. Hey Bilal, wel bij de kleding moeten we daarna, toch? We moeten eerst de kleren aan. Hey. Geniaal, toch? Dat is wel de snelste werknemer. Ja. Mooi ben jij, Bilal. Ja. Wat voor kant moeten we op? Ja, we gaan hier naar binnen. Ja. We kunnen van recht door. Want zonder werkkleding kunnen we natuurlijk niks, hè jongens? Dat is zeker waar. Ik krijg kleding, niet. Kijk, Bilal, wat ik voor jou heb. Oh, ja. Die is voor jou. Weet je wat erop staat? Supertalent. En dat is ook wel zo, hè? Want je zat al gelijk achter de kassa natuurlijk, hè? Je was de snelste werknemer ooit bij ons. Ja. Hey, en ik heb even gekeken. Heb jij zo'n mooi blauw shirt aan? Ja. Zo, precies! Lijkt wel een jurk, hè, Bilal? Wil je die nog, zeg je? Ja, tuurlijk. Ja, dat hoort wel een beetje bij, hè? Tuurlijk. En als je broer er eentje aandoet, Bilal, dan moet jij ook, hè? Kijk. Ja, dames en heren. Wat ga je doen, vriend? Hey. Hallo. Kijk eens, als ik gelijk naar de sleutel voor de kluis, hoor. Hey. Ik had het wel helemaal weer fout. Hij voelt zich wel heel erg thuis voor een stagiair. Hey. Ze zegt er niet voor niks meteen dat ze lekker thuis komen. Luister eens, we moeten even goed luisteren nu naar wat de baas ons gaat vertellen. Daar zitten we dan. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Dankjewel. Ja, ik heb een nieuw talent al ontdekt vandaag, Bilal. Ja. Ik werk 17 jaar bij D, maar ik heb nog nooit zo snel iemand achter de kassa zien zitten. Hey, wat is een beetje de bedoeling van vandaag? Nou, stagiair, ga je altijd eerst doen een rondje eigenlijk door de winkel. We moeten de winkel natuurlijk een beetje leren kennen. We vertellen altijd de belangrijkste dingen. We willen aan de kassa bekijken, we kunnen de flessenband bekijken. Vooral wat voor ons belangrijk is, we willen mensen ook echt wat gaan leren. Het is niet stage lopen omdat je moet stage lopen, maar stage lopen om jezelf te ontwikkelen en echt iets te gaan leren. Dat is iets anders leren, dat doen ze ook helaas in de winkel. En is het ook gebruikt dat iemand met de kamer zo de eerste dag binnenkomt? Nee. Dus ja, die moet er wel uit natuurlijk. Eigenlijk wel, hè? Dus we gaan eerst even de zaak leren kennen. Ja, lijkt me een goed idee om te beginnen. Oké. Dus kom lekker mee. Nou, kom. Gaan we beginnen. Als stagiair moet je ook de flessenband af en toe natuurlijk leeg halen, hè? Oh jee. Mag ik even laten zien hoe het werkt? Ja. Ga ik voor je doen. Kijk, Bilal. En dan mag je alle flesjes, al deze flesjes, moet je hierin doen. Zie je, allemaal dezelfde moeten ze zijn. Kan je dat? Ja. Gaan we eens laten zien. Dit is nog wel.
klus dit, hè? Ja, 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 zeker weten. Maar dit wordt ook natuurlijk bij het hele proces natuurlijk, ook van het stage lopen natuurlijk. En je bent echt gewoon onderdeel van het bedrijf. En ja, ook zowel de flessenband hoort erbij, maar ook het kassa draaien, het helpen van klanten. Dus het is ook voor je zelfontwikkeling is het gewoon heel erg goed. En mensen denken wel eens, ja, de supermarkt en dan moet je alleen maar schoonmaken en vakken vullen, maar dat is zeker niet waar. Ja, dat kan ik echt met volle mond beamen. Maar hoe ben je zelf eigenlijk begonnen? Ik ben in 2003 begonnen bij Deen. Drie oudere zussen. En die werkten alle drie al bij Deen. Dus ik liep eigenlijk binnen bij Deen. En ik zeg, nou goh, ik ben die en die. Hij zegt, wanneer kan je beginnen? Eigenlijk was ik de volgende dag aan het werk. Ja, het mooie eigenlijk aan het hele verhaal is, ik dacht nooit in de supermarkt te gaan werken. Ik heb elektroniek gedaan. Ik heb ook ICT gedaan. Toen ben ik gaan studeren binnen Deen. Deen biedt ook opleiding daaraan, dus ook als stagiair kan je ook uiteindelijk gaan studeren binnen Deen. En daar ben ik eigenlijk het mbo gaan doen, niveau 3, daarna niveau 4. Nou, toen was ik eigenlijk een beetje op stomen, hbo erbij gedaan. Ja, en ondertussen ben ik eigenlijk intern helemaal doorgegroeid, dus eigenlijk als groenteboer begonnen. En nu bedrijfsleider geworden. Als jij echt laat zien dat je de passie hebt, je wil heel graag en je laat je op een positieve manier zien, kun je ook heel erg ver komen. Ja, super man, hartstikke goed. Nee, hè? Nee. Ja, heel goed opgelet. Hey, gaan we voor de eerste keer vakken vullen vandaag? Nee. Ja. Gaan we weer de winkel in. Moeten we een doosje? Moeten we even openmaken? Kijk, jij hem zoeken? Je moet ook zelf zoeken, zou ik je heel erg zeggen. Hé. Oh, kijk. Ah, ja, je moet hem daar netjes vullen, hè? Ja. Ik zie hier schuilt een talent, hoor, jongens. Ja, ja. Ja, zeker weten. Het allerbelangrijkste is dat voor de klant natuurlijk de winkel de volgende dag weer super netjes uitziet. Tijdens de corona, dat is wel echt een hele bizarre tijd. Ja, ja, het is een hele lastige tijd voor zowel de winkels natuurlijk, maar ook voor de klanten natuurlijk. Ja. Daarom hier kwamen we natuurlijk al binnen. We vinden het super belangrijk dat iedereen ook met een winkelwagentje loopt. Maar waarom is dat eigenlijk? Ja, om de veiligheid natuurlijk te waarborgen. Dus op die manier om een winkelwagen te gebruiken. En jullie mooie rode hesjes natuurlijk, jongens. Ja. Houdt iedereen anderhalve meter afstand. En Deen kan super snel schakelen, is bewezen, ook in de coronatijd. Dus eigenlijk als snelste supermarkt om de supermarkt weer vol te krijgen. Maar dat zullen we de tweede keer uiteraard weer doen en misschien nog wel veel beter dan dat. Ja. Maar ik zie sommigen die bellen dan. Is dat een optie? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten een optie om te bellen natuurlijk. Dan maken we een afspraak met de leerling zelf. Kijken welke opleidingen er zijn, welke school ze zijn. Ja. Ja, het allerbelangrijkste is wanneer we lekker kunnen gaan starten en wat we aan elkaar kunnen hebben en wat de leerling wil leren. Ja. Dus ja, wat ik zei, het is heel veelzijdig in de supermarkt. Het is veel meer dan alleen maar vakken vullen. Ik kan me ook wel voorstellen dat sommigen thuis zitten en denken, ja, vakken vullen sta ik niet op te wachten om alleen maar vakken te vullen. Maar wat is nou echt de skills die je op een gegeven moment gaat leren? Waarom is het zo belangrijk om bijvoorbeeld onder andere in een supermarkt te werken? Waarom is het zo belangrijk? Het is heel goed voor je ontwikkeling natuurlijk. Het wordt ook van je gevraagd vaak in je opleiding zelf. Daarentegen valt enorm veel te leren. Doe wel even onze stagiaires. Hey, kom eens hier, hallo. Oh. Oh jee. Nee. La. Ja, maar dat kan niet. Hallo. Daar. Ja. Hallo. Nou hier. Ja, we moeten hem ook leren opruimen natuurlijk, hè? Ja, dat moeten we snel doen voordat alles... Ik ga meesmalen. Hallo. Hoi. Hallo. Appeltje mee. Gaan we kopen. Ja. Kom mevrouw. Het is hier een beetje nauw. Oh, dat is toch niet van mij? Nee. Dat heeft deze ondeugende jongen. Oh, wat een ongelukje. Het wordt tijd voor de kassa, want dit is een beetje onveilig, dames en heren. Nee. Bila. Hallo. Ga er maar achter staan, vrienden. Dat gaat niet goed. Ja. Het is 150 euro. Ja, die. Oh. Even wachten. Oh. Gaat heel snel die rekening voor jou, vriend. Was aan de lijn, zei je toch meneer? Nee, je moet een afspraak maken met het anders. Ja, nu wordt het lastig, want hoe ga je die scannen, die lal? Ja. Moet je nog even scannen? Ja. Hoe doe je dat? Welke? Welke? Hoeveel is het?
€1. 1 euro, zegt hij. Ja, ja. Hey, we moeten toch even praten. Ik vind niet live. Kijk naar mij. Wat weet jij van mijn pijn? Niet persoonlijk. Ik zweer, ik heb geen tijd. Ben on the grind. Zeg mij, wat was jij? Niet persoonlijk. Wat is voor jou belangrijk als de stagebegeleider? Nou, vooral het geduld. De ene leerling is wat sneller dan de andere. Nou, voor mij zelf is het toch de passie en de mensen aan te begeleiden. Ja, het gaat met vallen en opstaan. En ja, er valt ook wel eens iets hier natuurlijk. Hè. Ja. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Daar leren we natuurlijk met z'n allen alleen maar elke dag weer van. Maar voor mij is het allerbelangrijkste als hier iemand binnenkomt die eigenlijk heel onbevlogen is. En die nog eigenlijk niet zoveel weet. Nog dat kleine stukje bij te brengen, waardoor ze zichzelf beter ontwikkelen. En met vol zelfvertrouwen eigenlijk weer de deur uit gaan. Ja. Op weg naar iets heel moois. Ja. En hoe belangrijk is diversiteit voor een organisatie? Enorm belangrijk. Ja, niet alleen op de winkelvloer, maar ook in het management. Is het ook gewoon super belangrijk en ook alleen maar heel goed voor je organisatie. En we zijn met z'n allen één. Ja. Dus ja, dat is voor ons enorm belangrijk. Je hebt heel veel geduld nodig. Maar als je daar iets heel moois voor terugkrijgt, dus dat die leerling misschien hele kleine stapjes maakt, maar uiteindelijk wel hetzelfde doel bereikt. Ja, dat is ook mijn doel bereikt. Dan word ik ook heel erg blij van. Ja. Is het handig om om stagiaires aan te nemen? Is dat iets wat je aanraadt? Ja, ik raad het zeker aan. Wordt vaak gezien als extra handjes. Is natuurlijk heel fijn met de boodschap van stage lopen. Is uiteindelijk wel iemand iets leren en ook de tijd daarvoor geven natuurlijk. Want ik zie heel veel bedrijven die er te weinig vanaf weten. En denken van, nou ja, ik maak weinig kans om erkenning te krijgen. Terwijl als je het aanvraagt, dan is de kans heel groot als je het krijgt. Zeker weten. En je leert er zelf wat van. Je bedrijf heeft er wat aan. En je helpt iemand anders ook nog mee. Maar daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Het is gewoon een heel mooi iets. En het wordt heel vaak onderschat. Want de stagiaire wordt vaak gedacht, het kost tijd. Ja, het kost tijd. Maar het levert je enorm veel op. En het levert iemand anders ook iets heel moois op. Want je staat staat van zijn toekomst naar een heel mooi iets. Ja. En ik help er iemand mee. Ja, zeker doen. Ik kan niet anders zeggen. Nou, duidelijk kunnen we niet zijn, toch? Dat wou ik zeggen. Dankjewel. Tik hem aan. Vond je het? Leuk, hè? Ja. Ja, vond je het leuk? Ja. Wat heb je geleerd? Scannen! Hey jongens, omdat jullie ons zo goed hebben geholpen vandaag, wil ik je eigenlijk een compliment geven. Waarschijnlijk gaat je broer nog voorlezen, maar omdat je zo je best hebt gedaan, geef mij een heel groot compliment, Bilal. Zal ik het voor je lezen? Bilal, bedankt voor je inzet en positiviteit. Alleen maar liefde. Groetjes, Benjamin. Is voor jou. En die natuurlijk, hè, van al het harde werk krijg je honger. Mag ik hem? Zie, hij vindt het gewoon erg dat hij klaar is. Nee. Hier bij mij blijven. Nee, echt super bedankt. Dit is natuurlijk ook voor jou, hè? Kijk. Brian, je bent een voorbeeld en inspiratie voor velen. Bewondering voor je. Groet Benjamin. Dat is toch top. Kijk, het ziet er zeg maar, in eerste instantie ziet er gewoon simpel uit, weet je wel. Maar op het moment dat iemand de tijd neemt om iets voor jou te schrijven of jou een compliment te geven over iets en jij gaat daarbij stilstaan, dat motiveert alleen maar. En het zit hem niet alleen maar in geld, het zit hem niet alleen maar in dat je denkt van hey, in een supermarkt of waar je ook dan gaat werken, oh, het valt mee of wat dan ook. Uiteindelijk valt me gewoon op dat je gewoon superveel leert. En je ziet Bilal, wat ik niet van had verwacht. Ik wist niet dat hij uiteindelijk echt zou kunnen scannen, dat hij echt zo'n korte tijd zou gaan leren. Nou, ja, je ziet, hij maakt fouten, dat doen we allemaal. Maar uiteindelijk leert hij wel echt superveel van. Ja, dat is iets waar ik heel veel waarde aan hecht. En dit motiveert mij om gewoon alleen maar door te gaan. Dus super, super bedankt. Heel graag gedaan, jongens. En Bille, wat moeten de mensen doen? Abonneren, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar lichten. En wij zeggen altijd. We zeggen tijd. Positieve tijd. Aarde. Aarde Vedetti. En jou ook goed vast, jongen. Goed gedaan, pap.